En voor die vervanging zorgt Wouter Valentijn, alias Don Valentino, kunstenaar bij de Herenplaats in Rotterdam. Hij vindt het doodzonde dat de schilderijen zijn gestolen en waarschijnlijk verbrand. Daarom reproduceert hij Tête d'Alequin van Pablo Picasso. Terwijl Wouter doorwerkt, zoek ik Kees Moeilijker op van het Natuurhistorisch Museum. Want, blijkt uit de rapporten, ook daar gingen de dieven langs. Kees Moeilijker, hallo. Het had jouw museum kunnen zijn. Ik heb het gehoord, ja. Ja, gelukkig niet. We hebben natuurlijk liever geen dieven binnen. Wat hadden ze nu mee kunnen nemen op het moment dat ze 2 minuten hier binnen waren geweest? Een opgezette orang-oetang, een paar hertjes uit Afrika, een hele beroemde dode eend en nog wat spullen van nul en geen allerlei waarde. Maar kun je het eigenlijk voorstellen dat ze gewoon met een tomtommetje de stad door zijn gereden op zoek naar een museum om in te breken? Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Zo, de handtekening staat Don, of Wouter, moet ik zeggen. Don Valentino, Wouter. De Picasso die je hebt nagemaakt en die geschonken gaat worden aan de kunsthal. Waar let je nou op als je hem namaakt? Op de ogen. De ogen zijn het belangrijkste. Ja. Vind je dit een goed werk van Picasso? Nee, niet echt. Vind je deze beter? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mag ik hem meenemen naar de kunsthal? Ja. Gaan we hem daar een goede plek geven. Oké. Bedankt. Jij bedankt, hè? Op naar de kunsthal. Maar omdat de kunsthal aan het verbouwen is, kunnen we daar niet terecht. En om hem nu daar zo te laten hangen... Dus opnieuw naar het Natuurhistorisch Museum. Kees Moeilijker, kan die even bij jou? Nee, hey, dat lijkt wel een Picasso. Dat is natuurlijk de gode verzoeker. Ja, dit is een nieuwe Picasso van Don Valentino. Ik wil geen dieven in huis hier, dus nee. Dus je weigert hem? Ik weiger hem, ja. Ze zeggen, neem maar mee. Steek maar in de brand of zo.